eng, want je denkt echt, oké, dit ga ik gewoon niet trekken. Het is gewoon te koud, weet je wel. Hallo, wat ga ik vandaag doen? Nou, ik ben in Amsterdam en ik ben onderweg naar Olympisch Stadion. Daar zit namelijk iets heel leuks. Maar ja, of het leuk is, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik ga in ieder geval naar Freeze Lab. Freeze Lab, dat is een soort cabine waar ik in ga van min 110 graden. Echt, en ik wilde eigenlijk hele dikke kleren aandoen. Maar ik hoorde net dat ik mijn bikini moest meenemen. Ik heb echt geen idee wat mij te wachten staat. Maar ze zeggen wel dat het een soort reset is voor je lichaam. Dat je echt helemaal herboren voelt. Nou, dat kan ik wel gebruiken na dit weekend op ADE. Ik ben echt nog steeds, het is woensdag, maar ik ben nog steeds echt helemaal gaar. Gaar, gaar, gaar. Als het goed is, ga ik met Claire meedoen. En Claire is van wiemooiwilzijn.nl. Wiemooiwilzijn.nl gaat trouwens in december online. En dat wordt ook een hele leuke website met allerlei van dit soort dingetjes. Dingen waar je dus mooier van kunt worden. Want behalve dat dit dus een gezonde reset zou zijn voor je lichaam, word je er ook mooier van. Let's go up. Dat min 110, dat ja, klinkt een stuk heftiger dan dat het daadwerkelijk is. Ja, misschien dat is een stukje een beetje van het. Ja, precies. Ja. Dan denk je echt dat het afgrijzelijk elke seconde echt een stukje zou zijn. Maar omdat het dus super droog is, heb ik altijd wat dat betreft thuis. Van mij leidt het meest dat het lijden dan mijn vrijste. Ja. Dat is hier ook een beetje van die kans. Kijkers mag uit. There we go. Beter? Ja. Deze. Nu is het min 110. Ja, hier zie je dat. Oh, ja. Min 110. Dus je bent best wel, het schiet een beetje in de paniek. Ja, dat is altijd. Ja, op een gegeven moment toen je zei nog anderhalf minuut, toen dacht ik echt, nee. Nee, dat was te veel te lang. Nee. Maar de eerste keer was ik ook echt daar. Het doet echt, kijk of je spieren bevriezen gewoon. Ja. Oh mijn god. Het belangrijkste is gewoon rustig blijven ademhalen. Lang neus in. Oh, jongens. Oké, en nu is de vraag natuurlijk, ben ik gereset? Ik weet het niet. Eerlijk gezegd voel ik me nog steeds een beetje bibberig. Een beetje vreemde beentjes. Sowieso was het echt de laatste 30 seconden aftellen. Ik vond de laatste 30 seconden echt intens. De eerste anderhalve minuut had ik zoiets van, nou, alsof ik op windsport ben. Het gaat allemaal wel. En toen werd het steeds moeilijker ademhalen. Toen moest ik mezelf dwingen om een beetje in beweging te blijven. En een beetje te praten. En toen was het al vrij snel dat de 30 seconden begon. En toen gingen we ook echt aftellen. En toen kwam ik eruit.
En mijn benen die voelden zo raar. Echt heel bibberig of zo. Heel, ja, alsof mijn benen niet meer volledig het gevoel erin hadden. Maar wel echt zo'n gevoel van, I did it. En lekker. En ik ga nu lekker naar de auto toe. En wat ik dan als eerste ga doen is lekker de verwarming heel hoog zetten. Eindelijk gevonden. Oh nee. Al heel erg lang extensions. Wat is dit nu? Want ik heb dus al heel erg lang extensions.